Jullie blanken zijn erg teergevoelig. Onze mannen houden van een krachtige hand, zei ze. Ik greep haar vast tot ze naar adem snokte en hop, verheugd sloeg ze de benen om mijn nek. Ik duwde hem naar binnen als een neger, zonder e-guards, tot in het klokhuis. En in plaats van over en weer te stoten, begon ze te zuchten en met haar kont te draaien. Oh. Voor de laatste keer werpen Mieke en Maaike zich op de meest pikante passages uit de wereldliteratuur. Welkom bij... Mieke Maaike's Rate Show. Leven 1968, het jaar van de seksuele revolutie. En het jaar van Gangrene One, Black Venus, een roman van chef Gerard. Ik ben maar een neger, is chefs debuut. Maar hij breekt finaal door met Gangrene, een boek over zijn Congolese periode. Chef schrijft over zijn dagelijkse activiteiten. Militaire oefeningen, jagen en vooral het poepen van inheemse wijven. De reacties zijn vernietigend. De krant Het Volk vindt het een afstotelijke, walgelijke autobiografische roman. Maar het boek wint wel de staatsprijs voor proza. Volgens tegenstanders de staatsprijs voor pornografie. En chef Gerards gaat nog een stapje verder. Hij schrijft onder het pseudoniem Klaus Trum de Fotograaf. Een boek nog veel goorder dan Gangrene. Een fragment. Haar kutje had ook een beetje naar wijfje geroken. Van echte mooie sexy wijven, slank, modern enzovoorts, verlang ik de meest strikte hygiëne. Maar bij dit moederdier was de bronstreuk normaal. Ze kuste me zo geil met natte open mond dat mijn tong bijna in haar maag zat. Smakelijk. Chef Gerards pikt nadien de vettige draad weer op van zijn gangrene-cyclus. Maar de boeken 2 tot 4 bevatten toch veel minder erotische scènes. Onze chef had zijn kruid verschoten met de fotograaf. Aan u om hetzelfde te doen. Geniet ervan. Mieke Maaike's Rate Show. Zeg, Maaike, die Gangrene, is dat ook een parodie? Nee, dat is gewoon een vetzak. Hij ziet er zo niet uit, hè? Ja, dat is die bril, hè. Een bril doet veel. Heel veel.